gaat worden. Van het openbaar vervoer is ook wel moeilijker. Allee, ik ga jullie nu laten. Oh my god, kijk eens hoe behoorlijk dat is. Jesus Christ. Allee, tot straks allemaal. Yo, yo, yo. Hallo kijkers, ik ben terug thuis van werken. Oh, ik heb jeuk aan mijn voetje, want daar is aan het genezen. Het is vandaag niet echt een denderend weer om het rond gaan te vliegen of met de fiets of zo ergens naartoe gaan te fietsen en dan nog wat content te maken. Ik heb ook, ben ook wat uitgeput. Kan allemaal, hè. Kom aan, hè. Dus vandaag wordt het niet echt een grote vlog, maar een kleintje van 5 à 6 minuutjes. Jammer genoeg. Morgen ga ik kijken wat ik nog allemaal kan doen voor jullie, voor toch nog een mooiere vlog te hebben. Ik zal zien wat ik dan kan doen. Ik ga nog niks beloven of zo, maar er gaat iets gebeuren. Omwille voor een kleine vergoeding van deze vlog. En ja, vergoeding. Ik bedoel, het goed te maken met deze vlog, omdat deze vlog heel klein gaat zijn. En dan misschien morgen nog een, opnieuw een grote vlog. Amai. Hier is een dikke beest. Kijk. En dat is op mijn vliegeraam. Schoon toch? De natuur. Of niet, mensen. Het is toch schoon, hè? Ik ga nu eten. Ik ga dan... Oh ja, ik heb familie gisteren niet gezien. Ik ben gewoon pal in slaap gevallen. Dus dat ga ik dan ook nog doen. Dan nog Enzo Knol kijken. En Proficiat aan Stuk TV dat jullie Eurosong van de troon hebben gestoten met jullie programma. De kluis, toppie gedaan. Goed gedaan. Zeker eens gaan kijken, want dat is eigenlijk een heel mooie aflevering. En zoiets wou ik ook eigenlijk doen met Cycle TV, maar ja, als ik geen team heb, kan ik ook niet veel doen, hè. Ik kan nog zien, maar ik wil vandaag nog gaan vloggen of zo, want ik ben even inspiratieloos. Sorry. Allee, tot straks allemaal of zo. Yo, 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 yo.